De gemeente Arnhem moet imam Youssef Argoes een schadevergoeding betalen en de uitspraken van burgemeester Ahmed Margoes rectificeren. Volgens de Gelderlander is Argoes heel blij met de gerechtelijke uitspraak. De burgemeester kreeg zowel kritiek van raadsleden over zijn uitspraak als voorzichtige bijval. D66 en de SP vinden dat de burgemeester zich beter had moeten voorbereiden op de raadsvragen van de PVV... Het CDA noemt de kwestie pijnlijk. En de PVV vindt het onbegrijpelijk dat de burgemeester een boete krijgt... en noemt de uitspraak van de rechter een nagaan aan de doodskist... van de vrije samenleving waarin we leven... en een schoolvoorbeeld van islamisering.